In deze video gaan we het hebben over de term massadefect en ik wil uitleggen wat massadefect is aan de hand van een voorbeeld. En het voorbeeld wat ik heb genomen is de instabiele uh, isotoop kalium-40. Als je van kalium-40 de vervalvergelijking gaat maken dan zul je zien dat kalium-40 vervalt onder uitzending van een beta deeltje en het wordt calcium-40. Wat je eigenlijk altijd standaard doet bij het maken van zo'n vervalvergelijking, is dat je ervan uitgaat dat links en rechts van de pijl de massa hetzelfde blijft. Maar als je preciezer kijkt, dan blijkt dat niet het geval te zijn. En om dat te kunnen doen, kun je in Binas, tabel 25 van bijvoorbeeld de kalium40 uh, uh, isotoop uh, opzoeken hoe zwaar zo'n atoom heel precies is uitgedrukt in u'tjes. En dan blijkt dat niet precies 40 te zijn, maar net iets minder. Hetzelfde kun je doen voor calcium 40. En ook het beta-mindeeltje heeft natuurlijk een massa. Beta-mindeeltje is eigenlijk gewoon een elektron. En de massa van het elektron kun je opzoeken in tabel 7b van Binas. Laten we eens dus gaan kijken wat er nu gebeurt met de massa voor en na de pijl. Maar als ik dat wil doen, dan moet ik er wel rekening mee houden dat de Vervalvergelijking altijd gaat over de kern van de isotoop die vervalt. En dat de massa die je opzoekt in tabel 25 van BINAS altijd de massa is van het hele atoom. Dus kern plus elektronen. Normaal zeggen we de massa van een elektron kunnen we verwaarlozen, maar als we gaan kijken, heel precies gaan kijken wat er gebeurt met uh, de massa tijdens deze vervalreactie, dan mag dat niet. En moeten dus ook eerst eventjes uit gaan rekenen hoe zwaar dan de massa is van de kern zonder de elektronen. Dat heb je vrij eenvoudig gedaan. Je kunt opzoeken wat de massa is van één elektron. Kalium heeft er 19 zitten. Dus ik moet 19 keer de massa van het elektron afhalen van mijn waarde die in Bina staat. En dan krijg ik eruit 39,95358 U. Heel precies. Vijf cijfers achter de komma. En die heb ik ook nodig. Dus als je iets met massadeffect moet uitrekenen, reken dan met alle cijfers die in BINA staan. Hetzelfde ga ik met calcium 40 doen. Calcium 40 bevat eh, 20 elektronen, dus ik moet daar nog 20 keer de massa van de elektronen van afhalen. En nu kan ik eens gaan kijken wat er links en rechts van de pijl gebeurt tijdens de reactie. Ik kan eerst rechts gaan kijken, ik heb daar een calcium 40 atoomkern en ik heb een beta min deeltje. Ik kan die bij elkaar optellen en dan weet ik dat ik rechts deze massa krijg. Links heb ik natuurlijk de massa al uh, bepaald. En als ik nu puur ga, ga kijken naar de massa's in de reactievergelijking, dan uh, krijg ik dit. En dan zie ik, als ik goed kijk, dat ik een klein beetje massa ben verloren. He, als ik uh, kijk wat het verschil is tussen de massa links en rechts van de pijl, dan is het rechts van de pijl net iets minder, 0,00. 141 u minder dan links. Dat verschil in massa, dat noemen we dus massadefect. En we hebben al in een eerder filmpje gekeken, een filmpje over uh, de massa-energie relatie, dat het mogelijk is dat energie, uh, massa wordt omgezet in energie. En dat is dus ook precies wat er hier is gebeurd tijdens het verval van de kalium-40 kern, is een heel klein deel van zijn massa omgezet in energie. En je kunt vrij snel uitrekenen hoeveel energie dat is. Eh, door eh, weer eh, tabel 7b BINAS te gebruiken. En dan blijkt dat 1,3 mega-elektronvolt te zijn. Dus bij het verval van kalium-40 komt er 1,3 mega-elektronvolt vrij. in de vorm van energie. Ja, wat voor soort energie is dat dan? Op het moment dat kalium-40 eh, vervalt, schiet er ook een. Elektron, heel snel weg, dat noemen we dan een beta-deeltje. En dat beta-deeltje neemt die energie mee in deze situatie. Als je het heel precies zegt, dan moet je zeggen: het is een beta-deeltje plus een uh, antineutrino. Maar zo precies is voor nu eventjes uh, overbodig. Dus ik zeg gewoon eventjes: alle energie wordt meegegeven aan het beta-deeltje. Uh, maar het, het kan ook zijn in andere reacties dat er ook energie wordt meegegeven, bijvoorbeeld aan de kern. Of bijvoorbeeld, als er sprake is van het vrijkomen van gammastraling, dan gaat er natuurlijk ook energie meegegeven worden aan die gammastraling. Nou, het mooie is, we hebben hier net uitgerekend hoe groot het massadefect is en uitgerekend hoeveel energie erbij hoort. Als je nu in BINAS tabel 25 kijkt, dan zul je zien bij kalium-40 dat er inderdaad een beta-mindeeltje wordt uitgezonden met afgerond 1,3 mega-elektronvolt aan energie.